Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Zaalverhuur Aras. Voor al uw feesten en trouwerijen. Voor meer informatie kijk je op www.zaalverhuuraras.nl. Deze uitzending is ook mogelijk gemaakt door Bazaar Online. De grootste online bazaar van Nederland. Voor al uw meubelen, accessoires, lampen en nog veel meer. Kijk op de website www.bazaaronline.nl. Hij veel Marokkaanse vrienden op zijn praten allemaal Nederlands onderling. Nu al zo'n 10 jaar geleden kwam ik met een reeks van video's waarin ik de straat op ging met de zogenaamde taaltests. Ik ging bij Marokkaanse jongeren hun oorspronkelijke taal, Deriza en Tmezig, testen hoe goed dat nog was bij de tweede en derde generatie. Als je met mooi def oefent. Ze moesten standaard woorden en zinnetjes vertalen en dat leidde tot veel hilariteit. Nu zijn we een generatie verder en ik ben nu echt benieuwd hoe het nu zit. Vierde en vijfde generatie Marokkanen groeien nu al op. En ik wil in deze aflevering erachter komen of de Marokkaanse talen behouden blijven voor de toekomst. De vierde generatie Marokkaanse kinderen die nu opgroeien, hebben veelal ouders die zelf Nederlands kunnen spreken. Deze generatie die nu opgroeit hoort dus van huis uit gemengde talen. Hoe goed zullen zij dan nog het Deriza of Tmezigt spreken? In een experiment heb ik kinderen tot 15 jaar redelijk eenvoudige zinnen laten vertalen in het Deriza of Tmezigt. Rochegara drasa. Ja. اليوم مشيت للمدرسة ونيو فني اكين يا خود سو نهار روح ختم زدا تكيه مدرس انا مشيت عند مدرسة وزاخي سخول شنية فانداغ اليوم اليوم نشرح نهارا دراسة انا كنت ليك تحلى عجبيه عجبني ديك شي اليوم مشيت المدرسة و عجبني ديك شي انا مشيت اليوم المدرسة والمدرسة وعجبني الحال اوكي ik heb afgesproken met Munim uit Rotterdam. Hij zelf is een tweede generatie Marokkaanse Nederlander. Hij voedt een zoon op van 15 jaar. Hoe zou het gaan met het behoud van de taal in zijn gezin? Hoe goed spreekt jouw zoon nog Arabisch in dit geval? In dit geval Arabisch, ja. Ik zou zeggen, vraag hem. Ja, het Arabisch eerlijk. Mag ik het vermouwen? Shouya. Ja? Als ik naar Marokko ga dan, en terugkom, dan is hij weer een beetje beter. Maar nu ja? Is een beetje minder, ja. Man. Hier zwakt hij af? Ja. Ik praat bijna geen Marokkaans. Terug? Nee, gewoon in Nederland. Ja. Praat ik bijna geen Marokkaans. Met niemand bedoel je? Nee. Je ouders praten die Arabisch met je of? Nee. Ook niet? Nee. Ja, ja, papa. Ja, dat klopt. Ja, we proberen het soms wel, maar het is echt lastig. Ja? Ja, het is echt lastig. Als hij tegen mij Marokkaans praat, ja. Reageer ik gewoon Nederlands. Sowieso? Ja. En daarom gaan we ook, alhamdulillah, ieder jaar voor minimaal 6 weken... of vakantie naar Marokko om ze daar weer die taalboost te geven. We daar een paar weken zijn, dan is het Marokkaans echt weer terug. En dat is wel mooi om te zien. Naar welke stad gaan jullie dan? We gaan naar Tanja. Jullie gaan naar Tanja toe? Okay. We hebben hier, sowieso toen ze jong waren, Arabische les, Koranles en noem maar op. Ja. Verplicht die kant op gestuurd in de hoop dat ze Shia het din hebben daar mee krijgen en een beetje Arabisch. Ik wil je een voorbeeld geven, toen ik ooit lang geleden 18 was. Mm-hmm. Marokko, Saidia, ik kom oorspronkelijk uit Eklim Birken. Mm-hmm. Saidia, komt er een jonge man naar me toe die vroeg me wat in het Frans. Ik zeg, no compris. Ja? Zet kalam al Arabi, ja. Zet die man, no compris l'Arab. Ja, dit vond ik heftig. Ja, en nu heb ik mijn zoontje. Ja, maar alhamdulillah, zo erg is het niet met hem gesteld. Maar dat doet pijn. Of tenminste, ik vind dat lastig. Ja, kifesh. Tuurlijk, ik ben blij. Farhan, we leven in Nederland. Ja. Maar we moeten blij zijn, we hebben twee landen. Alhamdulillah. Ik lust geen kip. En mijn hajib niet. Mijn hajib niet. Lhima.
Nee, lham is vlees. Oh, wat is kip? Nes? Dus ben je gewello? Nee, ik vind kip vies. Ik lust geen kip. Hoe zeg je dat? Botta? Nee, dat is eend. En dan krijg ik niet zo'n judge. Hoe heet hij riep zij altijd? Weet ik niet. Nee. Lukt niet? En ik heb op een serie al zit. Hoe is je boer in het jas zit? Ik weet het wel, maar ik heb het vergeten. Nee? Ik herinner me, ik moet me nog herinneren. Jas zit. Ja. Oh, jas zit, jas zit. Als kinderen van de derde of vierde generatie Marokkanen alleen nog maar Nederlands spreken met hun ouders, hoe gaat de communicatie dan met de opa en oma, die voornamelijk of altijd Arabisch of Tmezicht spreken? Ik vraag me dan af, in welke taal communiceren kleinkinderen en de eerste generatie met elkaar? Tegelis hebben we al-Hafad, jouw kijk. Jouw opa? Ja. In welke taal praat jij met jouw opa? De Marokkaanse Tashelheid. Tashelheid? Ja. En kan jij nog gesprekken voeren met hem in Tashelheid? Ja. Ja? Kun jij nog met jouw opa praten? Nee? Een beetje. Probeer eens, dus probeer eens een klein beetje met jou wat te praten. Probeer. Jalla, door. Siwil. Siwil Tashelhay. Hé? Safia, met schier. Amia. Je hebt Amia. Amia, is niet Amia. Amia, jawel. Ik sta daar, ik sta daar. 4 years. 5? 4 years. 5? 5 years. What is it? And 4 years? Hmm? And 4 years? 4 years. Yeah? 4 years. 4 years. 4 years. 5 years. 5 years. 5. 5 years. In Holland kan je zelf eens zo. Ja. Vind jij het makkelijker om in het Nederlands te antwoorden naar je opa? Ja, maar het is saai bij jou. Nederlands. Nederlands vind je makkelijker. En hoe komt dat? Omdat ik Nederlands kan praten. Ja. En Tashahid? Dat kan je niet praten. Jil, je leert Lahfad. Tegelijkertijd. Haal. Arabië, maar je gaat het niet om. الهولندية وما كاين يفرحوا اقول هضر الشلحه ديالك ولا العربيه ديالك ديال البلاد ديال البلاد اما الهولنديه راه غادي يعرفوا غادي يعرف راه يتعلموا لا يتعلموا لا لا كيما كان ماشي بحال حنايا يا سبحان الله kunnen praten met de familie in hun eigen taal. Het is bij vele migranten een gevoelige kwestie en iets fundamenteels als het gaat om identiteit. Ik was jaren geleden in Amerika, in New Jersey om precies te zijn. En daar bezocht ik de grootste Nederlandse school van de VS. Nederlandse expats die daar al jaren wonen en die koste wat het kost hun kinderen de Nederlandse taal mee willen geven. Ze gaan naar een Amerikaanse school overdag, ja. Maar die spreken dus overdag altijd Engels, buitenschool Engels, op de sporten. En ja, dan komen ze bij ons en dan moeten ze dus Nederlands praten. En ze vinden het belangrijk dat ze ook de kinderen met opa en oma nog kunnen blijven praten. Met neven en nichtjes die allemaal natuurlijk in Nederland wonen. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk een beetje zoals ik als Marokkaan in Nederland wonen. Dat ik in de weekend de Arabische les heb gehad. Precies. En de Koranles en zo. Dan hier want dat, dat zijn jouw roots en die wil jij. Dat jouw ouders, neem ik aan, wilden dat graag voor jou. Klopt, want als ik terug naar Marokko ging, dan wilden ze dat ik ook met mijn opa en oma kon praten. En, ja. Mijn moeder zegt dat ik vroeg moet slapen. Mijn moeder zegt... Nee, ik weet het niet. Mama of baba, na het genoeg. Jumma kan het naas bekri. Baba, jumma je nou in Nijen, tos... Nes, baba o himma ino kigulu andi en nes bakri. Mama, papa kan je
Draga kamerzin. Vroeg? Wat is vroeg? Nee. Nee, lukt die niet? Heb ik niet geleerd. Nee man, die andere, ik weet alleen dat ze het doen. Ik herinner het me wel nog een klein beetje. Zis. Bekri. Bekri, ja. De vierde en vijfde generatie Marokkanen zullen misschien hun taal alleen nog maar begrijpen. En zal een gesprek voeren een lastige taak voor ze worden. Maar bij Maarten Kosman is het andersom. Hij is een autochtone Nederlander en hij interesseert zich juist in Temezicht en Deriza. Hij is hoogleraar op de Universiteit van Leiden en geeft les over Temezicht. Kijk, ik was begonnen met talen van heel lang geleden, die al lang dood zijn, niemand meer spreekt. En dat vond ik zo frustrerend. Ja. Iets wat je met niemand kunt praten. Nou, en toen dacht ik van, nou, dan wil ik iets doen wat wel gesproken wordt. En dacht van, nou, er zijn zoveel mensen die Temezicht spreken in Nederland. Ja. Het is toch idioot om dat niet te doen. En toen had ik ook een hoogleraar die dat ook aanbood. Ja. Dus toen ben ik daarmee verder gegaan. En zo is het, heeft het zich ontwikkeld. Oké, en nu is het ook je vak? Je geeft het is een les in ook? Een beetje. Ik geef er wat over, meer dan in. Voor de refijn sprekende kijkers, dat ze alleen maar een beeld krijgen van wat het niveau is van wat je spreekt. Zou je misschien even een beetje iets kunnen zeggen? Middelsreinig, wat zeg. Die ligt je een met het Zawang om wat toen is oranje, zie je een kids. Oké. Dus zoiets als van als jullie nou willen dat het dat je kinderen een binding houden met hun wortels, met hun roots, spreek dan Temezicht met. Blijf Temezicht spreken. De taal verliezen na verschillende generaties bij migranten, is dit proces tegen te houden? En wat doet dit verlies van de taal met onze identiteit? Het is iets wat altijd gebeurt. Dat zie je bij migrantengemeenschappen. Dat is dat de taal op een bepaald moment minder wordt. Vaak de identiteit helemaal blijft. Het gevoel dat je, maar dat toch de taal minder wordt. Maar het is wel heel jammer, want het is natuurlijk toch de verbinding met waar je vandaan komt. Anders krijg je van die hele abstracte verbindingen van ik ben Marokkaan, maar ik weet eigenlijk nauwelijks waar Marokko ligt. Maar je hebt niet meer die verbinding met je grootouders. Is het kinder hallo? Dat is een dars. Dat groot muziek. Ja? Skerg de mdorstre, skerg. لا راه كيعرف شي يعرف الحمد لله لا كيعرف ولكن معوجه شويه معنا مات لي اللسان لا كيتفاهم معاك كيتفاهم معاك وكيهضر معاك كيتفاهم معنا بزاف كيتفاهم بروبير خو ماشي اوبا تفرات بروبير خو كيخ مدرس لا كان سو خويا بروبير يما فوت معاك ما كان من الاتفاق لا كرا Zend, juice der juice. Is gelijk? Ja. Helemaal goed. Je wat chillen. In de zee ben ik bang van vissen. Een bahar en een. Veel haar en een grip. In de zee? Hoe zeg ik in de? Mijn gauwvraaf? Ja? Mijn. Ribha, dat is zee. Maar in de, hè? In de zee. Veel haar en ik kan gaaf, milchut. De ribha, ook de zee is er mijn. Ben ik bang van vissen? Oh, ook niet meer. Lastig? Lastig. Okay. En تورك اللي كيعرفوا داك الشيء تورك كيعرفوا اللغه بيناتهم
الا تلاقاو ما هضروا سميتو كيهضروا غير مزيانه كيهضروا اللغه ديالهم اللغه ديالهم حنا لا كيف راح الانسان الا كيهضر الدري الهولنديه كيف راح سبحان الله انت كاع ما كيعرفاش كيقول علاش حنا مغاربه حنا ما بغيناش ايوا ايوا اللغه ديالنا هي هذاك السلام هادشي اللي عطى الله صافي ايوا هذا هو onze Marokkaanse opa's en oma's hebben het gevoel dat de taal beter behouden blijft bij onze Turkse broeders. Maar klopt het ook? Laten we jou vergelijken nu met jouw kinderen. Ja. Als je het in percentage moet uitdrukken. Hoeveel slechter is het geworden bij jouw kinderen dan hoe jij het spreekt? Ja, dan is het zeker wel, denk ik, zeker wel 30% eraf. Ja, zeker weten. Voor het eerste jaar dat je naar je basisschool ging, thuis sprak je al Nederlands of sprak je alleen Turks? Turks. Ik sprak alleen Turks. Geen Nederlands? Heel gebrekkig. Kan jij nog bijvoorbeeld met opa en oma hele gesprekken in het Somalisch voeren? Nee, nee, nee. Mijn kids, ik focus me er echt op dat ze gewoon beide talen gewoon goed leren spreken. Ik kan mijn Darija hebben. Ik kan het niet zien, hadro. Ik kan mijn Darija hebben. Ik kan het niet zien. 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 Ik zie in mijn omgeving ook juist dat, omdat er vanuit scholen wordt gezegd, hé, uw kind spreekt niet Turks, sorry, uw kind spreekt geen Nederlands. Weet je, er moet wel meer Nederlands worden gesproken thuis. Gaan ouders dan vaak ook een twist maken naar het Nederlands, waardoor het kind juist later de Turkse taal sneller vergeet en dat moeilijker oppakt. Maar in mijn eigen omgeving, familie, zie ik dat juist het Turks veel meer wordt aangereikt. Dat kinderen geen goed Nederlands kunnen. Dus eigenlijk Turks is nog steeds heel belangrijk dus dan, in jouw familie dan? Ja, zeker. De vierde generatie. Kim hebben we Darija? Ik weet niet of ik het weet. Gilles Rabe. Gilles Rabe. Ja, Allah, Gilles Rabe. Hoe mag hij hydrogeren? Rabe. Iets anders, hoor. Rabe. Rabe. Hoe mag hij hydrogeren? Flamenië, hoe lekker Frans, hoe je. Hak, Larbia gaat. Nee, ja, gaat. Ja, dat is. Zullen zijn kinderen nog Somalisch kunnen, denk je? Nee. Absoluut niet. Je gaat hem chili omschoeien. Ja, voilà, ja. Maar als jullie bijvoorbeeld met z'n tweeën, jullie gaan wat drinken, jullie gaan wat eten, jullie zitten bij elkaar aan tafel, wat is het dan meer Turks of meer Nederlands? Turks en Nederlands door elkaar, 50-50. 50-50? Het is echt 50-50 gewoon. Ja, dat is het. Soort man zit. Nee. Zeeuwert, zoiets. Nee. Hallo! Ook geen twijzicht. Zeeuwert, maar zegt misschien niet deze. Maar als jij andere Pakistanse jongeren tegenkomt, wat praten jullie, Urdu of Nederlands? Nederlands, man. Ja, Nederlands af en toe als je bepaalde scheld wordt zijn we in het Pakistaans, maar het is meestal wel Nederlands, man. Ja. Kijk, bijvoorbeeld, we hebben het over, weet toch, iets grappigs is gebeurd, dan praten we meestal Turks. Met, begin schelden in Turks en zo, dat is grappig. Maar als het echt serieus wordt, serieuze zaak? Ik zeg maar zomaar wat, iets met geldzaken of zo. Opeens, ze beginnen Nederlands te praten, heel serieus, heel business, weet je wel. Dan wordt het echt Nederlands. Dan begint Nederlands. Bij mij, dat merk ik, als het officieel wordt het weer Nederlands. En als je ook buiten kijkt, ja. Hij heeft veel Marokkaanse vrienden, ze praten allemaal Nederlands onderling. En ik weet niet waar het door komt, hoe zou het te maken hebben met de verschillende dialecten. We hebben Arabisch, Slooh, we hebben toch meerdere dialecten daar. En ik denk ook waardoor het doorkomt. We leven in Nederland, werkende ouders. Je kind moet naar de crash of opvang of wat dan ook. En daar wordt het dan ook de taal, de Nederlandse taal met paplepel. Heeft hij ook bij een opvang gezeten? Ja. In welke leeftijd was dat? Vanaf 1 jaar geloof ik al. Tot basisschool. Je leert Darija thuis en al je maten spreken Tarifit. Ja. Wat ga je dan met elkaar praten? Nederlands. Ja. Dus wat je dan krijgt is dat je Nederlands gaat spreken, maar daar wel ook een beetje nog iets van jezelf erin te houden. Cultiveren nog. Een beetje cultiveert, dat je daar zo nu en dan zo zinnetjes of kleine uitdrukkingen of inderdaad van die woordjes, een wesh of nerg of zo, doorheen gooit. Dan gebruik je eerst in Darija wesh en dan op het einde zet je dan nerg in het televieren. Dan krijg je, wesh ben je gek geworden, maar wesh ben je gek geworden, nerg. Dat vind ik geweldig. Ja, vind je dat een goede combinatie? Nee, dat is echt... Daar is over nagedacht. Over nagedacht, dat is creatief. Dus we spreken dan wel Nederlands met elkaar, maar we willen wel ons Nederlands. Precies. De grammatica van het Tarifit dan, kun je daar iets over vertellen? Is dat... Ja, er zijn heel veel leuke dingen. Ik bedoel, het is een hele ingewikkelde grammatica, er zijn heel veel dingen te beleven. Als je een
zoiets zegt als aan mij. Ja, dus, aan mij. Aan mij. Yushei, hij gaf mij, Yushei, Tminyet. Hij gaf mij geld. Dan komt het Eie, komt achter het werkwoord. Achter het Yush. Yusha, Eie. Yushei. Ja. Maar als ik nou zeg, hij heeft het me niet gegeven, dan krijg ik Wedei Yushi. En dan komt het Eie, komt ervoor. Okay. Dus als het. Door, als het een, dus de, als je de het wel zo de ontkenning komt voor het werkwoord. Ontkenning, maar ook dat ik aan mij. Dus okay. Dat aan mij, dat gaat mee. Dat wandelt mee met die ontkenning. Oh, dat zit dan vast aan de ontkenning? Dat zit in zekere zin vast aan die ontkenning. Of hij gaf mij geld. Ja. Uché Tminyet. Ja. Of Tinashin. Ja. En hij gaf me geen geld. Wedei Uché Tinashin. Wedei Uché Tinashin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Even kijken of je de Eden kan vertalen. Ashhadu an la ilaha illallah. Nee, ik weet het echt niet. Niet? Nee. Ik getuig dat er. Nee, ik weet het. Nee, ashhadu an la ilaha illallah, dat is shahada toch, bro? Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala is. Hayya ala salah. Kom naar het gebed. Wees, ik zie vakantie het laam of niet? لا يفتحوا إن شاء الله. لا غادي يفتحوا. غادي يفتحوا. جمعت شي فلوس ولا والو؟ شوية. وما تصدع ليش في الفاكانس أنا صافي. دابا 15 خصك تخدم تجمع فلوسك. شحال جمعت؟ ها؟ ما نعرف. ما تعرف. Wat denk jij in de toekomst? Zullen jouw kinderen nog Arabisch spreken of niet? والله ik zou het echt niet weten. Wat wil jij? Ja, gewoon allebei. Wat ja, ook in? Gewoon net zo ik ben. Ik zeg, ik hoef niet elke dag Arabisch te praten met mij of zo, maar je moet gewoon Arabisch kunnen voor als we naar daar gaan. Je hoeft niet de hele tijd dingen aan mij te vragen. Klopt. Zou je het erg vinden als jouw kinderen helemaal geen Arabisch meer zouden verstaan? Ja, dat wel. Ja? Ik zou me schamen als ik naar mijn ouders zou gaan in Marokko of zo. En ze kunnen niet praten met hen. Ja. Oulad, hafadek. Hoe ze gaat die niet bekouwen, helder op je schaam? Is dan eten? Wallah, wallah. Niet Allah. محاج ايه وما كيبقى دابا كنجمعوه في المحل كيهضروا الهولنديه دابا على الهولنديه ايه تقول هذا هولندي ما كيعرفوا يعني هي مش ولا العربيه انا الوليد بكري كيقول لي ممنوع نهضر الهولنديه في الدار لا ولا انا راه عندي الدراري كبار اها كيتلاقاو دابا في المحل ايوا خم 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 الهولندي الوقت كتغير هي كتغير تغيرتني ماشي غير كتغير ودابا الى مشيتي انت المغرب خوتك وخواتاتك ملي كيتلاقاو مع الحفاظ ديالك كيقولوا لك علاش ما علمتيهم الشنحه علاش ما كايقولوا حتى ايوا كيقولوا لك ايه اش كتقول لهم اش كتسكت كتشوف وسكت قال لك شوف وسكت كتحك وسكت شوف وسكت صافي شوف وسكت ما عندك ما دير ياك ايوا مع الاسف وصافي ايوا هادشي اللي عطى الله هادشي اللي عطى الله ايوا Als ik naar mijn ouders luister, dan is Allah tevreden over mij. Moet ik hem zeggen? Het vliegt. Meer mijn nes. Ja, luister. Meer mijn nes. Ila katsma ba omo. ولا كنسمع با اوموي الله كي انا كنهضر مرات بابا ماما ماما وبابا بابا ماما ديالي كان اتنا الله الله كنسمح سمح خد سو عند ماما عند ماما وبابا يعني انا كنسمع الوالدين ديالي ولا كنسمع الوالدين يا الله مرمنيش تقخ الله كيكون
Luister, ja, hoe zeg je dat? Luister. Ja, tevreden weet ik niet. Ik vraag me nu. Ik weet niet, tevreden. Farhan Aliya. Zien Aliya. Maar het schreef Baba Dima. Maar zou het nog een optie zijn om hem bijvoorbeeld, steeds voor als hij bijvoorbeeld 17 of 18 is of 19, noem maar iets, om hem een half jaar naar Marokko te sturen of zo? Zou je dat kunnen? Nou, om de taal te leren, alles? Dat zou je zo kunnen. Ja, lijkt je dat leuk? Als het aan hem ligt, gaat hij, woont hij daar. Zou je het leuk vinden om een halfjaartje daar? Ik was ook eens keer aan het denken om daar op school te gaan. Ja. In Marokko? Ja. Oké. Okay. Maar ik zeg je eerlijk, ik zou het niet kunnen. Niet? Nee. Je mist het. Nee, ik kan echt niet zonder hem. Soms is het echt genoeg, maar. Ja. Je zou niet een jaartje kunnen missen. Een jaartje, 1-2 dagen. Echt? Ja, Allah. Subhanallah. Ja. Gelik om waar die uitkomt. En Allah, subhanallah, zal jullie band versterken. En in de toekomst nog alleen maar sterker maken, inshallah. Bas gaat de gaten boeren, Allah, subhanahu wa ta'ala, om de kiem, gaat de gaten boeren, Allah, Arabi. Nou, Bas keert kilma, keert kilma, keert Arabi. En dan is een gesuha op de Arabi. وخا اللهجه ديالنا مثلا حنا يا مثلا نقولوا حنا سواسا ولا ريافه راه بحال بحال ولكن اللغه العربيه هذه راه تبقى اللغه العربيه لغه القران لغه كلام الله سبحانه وتعالى الجيل الثالث الى هاد الام ديالو باش كتهضر بالهولنديه وكتهضر بسميتو مع رجلها حتى هو باقي صغير قاري الهولنديه هنا اذا كيهضروا مع اولادهم بالهولنديه الحفاظ ديالك يا كلاين كيندر اوز ديفا تيغ يا زيغ نيدلاندز ان وقت تاو انفوت جاي تيغ Ik probeer wel Arabisch, om dat hij mij een andere keer te begrijpen. Als hij niet begrijpt, dan probeer ik al Nederlands weer uitleggen. Dus eerst probeer jij Arabisch of Shilha? Ja, ik probeer eerst Arabisch. Omdat als hij Arabisch probeert, dan probeert hij ook meteen met jou om te beantwoorden Arabisch. Zolang je het spreekt, is er een kans dat je kinderen er wat van meekrijgen. Als je het niet spreekt... Dan sluit je ze er helemaal voor af. En dat zou zonde zijn? Dat zou ik heel zielig zin vinden voor die kinderen, dat ze die kans niet krijgen. Ja. Is het aan hun om te kiezen? Jir Rabi al Khamis, Lorabchi? Wahad 80% gaat het misschien. غادي تمشي كما 80% غادي تمشي تمشي اللغه العربيه مع الاسف هذه مع الاسف ولكن خصنا نحتفظوا عليها هاد الناس هادو الان لغه فهمتي الانسان انا كان عندي تجارب مع فاش كنت مشيت للحج ومشاو معايا الناس بزاف مساكن ما كيعرفوش العربيه لقاو مشاكل تما probeer het gewoon te spreken probeer het gewoon ik bedoel het hoeft niet altijd perfect te zijn het hoeft niet je hoeft niet alles te maar doe het gewoon dat die kinderen tenminste een gevoel hebben dat dit een deel is van wat ze van hun roots. Ik kan gewoon zeggen dat ze het telt, ze houden, ze maulen hem, ze maakt hem de tijd, ze maakt hem een smit om te leren het Arabisch. Die nasiha van mij. Ik kom samen met heel veel mensen die ik gesproken heb tot de pijnlijke conclusie. Dat er heel veel werk aan de winkel is. Willen we dat de volgende generaties nog de taal gaan spreken van hun opa's en oma's. Ik hoop dan ook van harte dat deze documentaire onze ogen verder zal openen. En dat we het belang van onze identiteit, waar de taal een zeer groot onderdeel van is, veel beter gaan inzien. Het zou echt zonde zijn als we onze Marokkaanse talen volledig zouden verliezen. Wacht, niet zoals je het hele. Zeer nog tussen ja. احيانا هي ترى تدوش الحيط كيف تدو اللغه صولت اللغه النون صولت تاش الحيط وعطي الضيف كم مين ذا مين ياخ من قبل مرخصم ثوان وات تون ازورانسن سيورم مازيخت اكيد صافي ايوه اللهم صل على سيدنا محمد صليت على محمد وعلى محمد باركت على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Wilt u verder praten waar deze uitzending gestopt is? Stuur dan een e-mail naar info@salaheddin.nl. Voor de geïnteresseerden willen we inshallah debatavonden organiseren rondom het thema van deze uitzending. We zien uw e-mail graag tegemoet en houden u op de hoogte. Barakallahu fikum.